Pagua vieren houdt niet alleen het feesten in, maar meer nog de rituelen van de religieuze aard. Het hoogtepunt is de Holika-verbranding aan de vooravond van de wereldwijde viering van Pagua vandaag. Onze redactie ging langs bij de Sri Satyanarayan Mandir, de Klevia. De Holika-verbranding symboliseert de overwinning van het goede op het kwade. Pandit Nandu Tewari vertelt hoe belangrijk de rituelen zijn tijdens de verbranding van Holika. Nardam Municha Satam, Vasishtam Municha Dullabham, Vishwamitrascha Gauvilam, Vyasang Muni Namaskrityam, Shastra Vistardam. Het belang is, het is een natuurfeest, lentefeest, saamhorigheid, alle andere mooie dingen bij elkaar. Maar zoals elke dag iets plaatsvindt, zo is er een geschiedenis ook eraan verbonden. Dat je een boze koning had en die zich God waande. En uiteindelijk is dat verhaal ook erin geïncorporeerd. Maar in feite gaat het erom, 40 dagen ervoor, lente in India, vijfde dag op de lente, wordt er de Holika ingeplant. Dus indachtig aan dat verhaal. Maar het grootste belang is de saamhorigheid. De rituelen worden op de dag van Pagua zelf voortgezet. Het vieren van de dag kan pas na de gebeden, zegt de pandiet, die nog eerst uitleg geeft over de rituele gebruiken tot aan het gebed. Vandaag staan we hier. Gisteravond hebben we Holika verbrand. Letterlijk betekent het alle tekkels van de afgelopen tijd is nu verbrand. En we hebben nu de kans om vanaf vandaag, nadat het as in alle windstreken is uitgestrooid, dat wij dan Pagua mogen spelen. En als symboliek dat we kinderen zijn van de natuur. We gaan ervan uit, zoals dat begonnen is, dat het zomer is, dat alle bloemen bloeien, dat alle kleuren er zijn. En als kinderen van de natuur. Maar belangrijke boodschap is de saamhorigheid. Gisteravond zag u dat wij met een touw er omheen hadden gebonden. Het Pagua-feest wordt ingeluid met het plaatsen van een stip van as, afkomstig van de verbrande holika, op het voorhoofd. Daarna kan iedereen elkaar met de verschillende Pagua-poeders bestrooien.